Sylvia Kreul met haar dochtertje in haar achtertuin. Nu is er geen rat te zien, maar gisteravond liep er nog één in de klem. Nou, vanaf maart, begin april, zijn wel enkele ratten hier in de tuin tegengekomen. Je ligt hier gewoon achter in de tuin en ze lopen gewoon langs je heen. Of het nou klaarlichte dag is of dat je 's avonds in de tuin zit, maakt niks uit. Er wordt al vanaf april aan de bel getrokken bij de gemeente, toch gebeurt er vrijwel niets. We hebben er inmiddels al 11 gevangen zelf. Wat doet de gemeente? Niet heel veel. Er worden alleen maar een beetje valletjes neergezet en gif geplaatst. Iets wat je eigenlijk zelf ook kunt doen. En verder wordt er eigenlijk niks ondernomen.